In mijn vorige video heb ik aangekondigd dat ik op een plek zou gaan zoeken waar mogelijk Tweede Wereldoorlog materiaal ligt. En dit heb ik gedaan. Helaas zonder resultaat, maar toch wil ik deze dag met jullie delen. Ook om te laten zien dat je niet altijd succes kan hebben. Maar ik heb ook een leuk stukje geschiedenis erin verteld. Dus als je daarin geïnteresseerd bent, kijk dan zeker verder. En mocht je nu al zeggen van nou, dan ga ik liever wat anders doen. Ook goed, keuze is aan jou. Maar ik vind hem toch nog wel leuk geworden. Hier komt hij. Vandaag ben ik in een plaats en in deze plaats is het tot op de laatste dag van de Tweede Wereldoorlog nog een strijd gestreden. Dus dat is echt op Nederlands grondgebied hier echt nog de laatste strijd plaatsgevonden. En in deze plaats had je een groep van 200 verzetstrijders, echt geen kleine jongens. En die hadden zo'n sterke positie dat die Duitsers maar geen grip erop konden krijgen. Als we even daar kijken verderop, daar zie je zeg maar het veilinggebouw. En daar namen ze altijd hun post in. Daar hadden ze goed overzicht. En als de Duitsers dan daadwerkelijk kwamen, gingen ze met een trekschuit naar een kwekersgebied. Dat was echt niemands land. Dat was echt ver van de bewoonde wereld. En inmiddels staat daar nu een nieuwbouwwijk. Kijk, dat is hier zo. Dus ja, vermoedelijk hebben ze via een soort vaarroute hebben ze dat dan hier zo afgelegd. En dan zijn ze daarheen gegaan. En dat heette toen de tijd Siberië. En ja, daar gingen ze een linie opstellen. En de Duitsers die kwamen echt daar never nooit binnen. Dat was zo'n sterke positie. Daar hadden ze goede controle over alles. Nu ga ik snel beginnen. We gaan niet langer praten. En ik ga eventjes een slootje opzoeken verderop. En dan gaan we eens kijken of we de leuke dingen uit kunnen halen. Goed, ik ben gelijk het water in gegaan. Want dan vind je het meeste. En het is nog geen Tweede Wereldoorlog materiaal. Maar ik trek hier een hele grote stalen pint uit. Dat is een zware. Dus die gaan we er gelijk nog even tussen. Kijk eens. Gelijk een goede oefening. Ik hoef niet naar de sportschool. Ik ben hier nu aan de andere kant van waar ik net stond. Daar is die nieuwbouwwijk, waar eerst dus de kwekerspolder was. Waar ze de linie opstelden voor de verdediging. En hier gelijk achter. Dit is de oudste toegangsweg. Dus dat is gewoon de bestaande weg die je toen ook al had. Dus vandaar dat ik hier ben begonnen. Ik heb hier de meeste hoop op dat hier wat ligt. En volgens de commandant van de verzetstrijders zijn er ongeveer 24 slachtoffers onder de Duitsers gevallen. Maar ik denk dat hij een beetje bescheiden was gebleven uit voorzorg. Want volgens de verhalen moet het er veel meer zijn geweest. Wat gebeurde er nou precies op die bevrijdingsdag, 5 mei? Om 11 uur 's ochtends kwamen eigenlijk een wagen met Duitse militairen kwam aangereden bij het veilingterrein, bij het veilinggebouw. En die opende het vuur, waardoor er gelijk één dode viel te betreuren onder de verzetstrijders. Dus iedereen pakte zijn wapen en begon terug te vuren, waarbij 5 Duitsers zijn omgekomen en 2 wisten te ontkomen. En ze wisten, die verzetstrijders wisten van nou, die Duitsers die gaan terugkomen. Dus toen zijn ze weer met die trekschuit naar het kwekersgebied hier verderop getrokken. En ja hoor, ze kwamen terug. Maar ja, die Duitsers wisten er weer geen grip op te krijgen. Dus toen begonnen ze met een dreigement. Toen hebben ze 20 mannen uit hun woning getrokken, hier in het dorp.
En die hebben ze tegen de muur gezet. En als ze het niet zouden overgeven, zouden ze worden gefusilleerd. Gelukkig hebben ze toen nog kunnen onderhandelen. En twee van de weggekomen Duitsers bij het eerste vuurgevecht. Eentje van hun die bezweek onder de druk. En die gaf toe dat hun waren begonnen met schieten. En zo is het toch nog goed gekomen. En dit is iedereen vrijgelaten. Ja, konden hier daarna ook de bevrijding beginnen. Deze riek er nog uitgehaald, maar nog steeds geen sporen van de Tweede Wereldoorlog. Ik ga nog eventjes het kantje afwerken en dan nog een paar keer werpen. En anders ga ik een andere sloot opzoeken hier. Ja mensen, dat was hem weer. Ik hoop dat jullie met plezier hebben gekeken. Deze gemeente die houdt in ieder geval zijn sloten goed bij, want de meeste waren echt goed uitgebaggerd. En ja, misschien dat daardoor ook wel het resultaat uitbleef. Maar goed, alsnog, doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer als je nog niet geabonneerd bent voor deze strijder, want ik heb toch weer een hele dag energie erin gestoken. En volgende keer meer succes! Bedankt voor het kijken. Tot snel.